Charlotte, ik heb een uitdaging voor u meegenomen. Spannend. Namelijk een stukje eend. En je weet, eend dat moet mooi rosé gebakken worden. Ja. Daar doe je geen vetstof in, want daar is veel vet aan. Ja. Dus ik dacht, jij brengt weer de potten en pannen mee. Ik ga het een keer moeilijk maken. Uiteraard, ik heb voor jou een grillpan mee. Want hier moeten we echt wel gaan grillen. Hè. Dus ik heb een grillpan mee. Dat is een grillpan waar je direct in kadrieert. Ja, omdat dat ook wel mooi is. Absoluut. En dat geeft dan zo precies of je dat op de barbecue hebt gedaan. Het is een beetje foefelen wel. Het is een beetje foefelen. Maar kijk. Maar het is wel heel leuk en kan ook heel lekker zijn. Voilà, ik ga die eend combineren met een lekkere pindasaus. Mm. Daarbij komt een kruidige rijst en wat gestoofde jonge spinazie. Ideaal. Perfect. Ideaal. Ik zou beginnen met de rijst, om de rijst op te zetten. Ja. Ik veronderstel dat jij daar weer een speciale techniek voor hebt. Uiteraard. Ik ga dat snel garen in onze snelkookpan. In 2 minuutjes. Rijst op 2 minuten garen? Ja. Oké, ben benieuwd. Goed. Challenge. Jij mag dan de rijst doen. Ik mag eraan beginnen? Ja, begin er maar aan. Hè. Ik ga ondertussen mijn eend al een beetje pareren, zo heet dat in vaktermen. Dat betekent het overtollige vet eraf snijden, want aan eend zit wel een stevig stukje vet. Ja. Dat is, maar dat geeft wel smaak natuurlijk. Dat geeft smaak. Dat is eigenlijk een beetje vandaar dat het woord magret komt. Een magret de canard is een eendenfilet van een stuk eend, wat dat ook jammer genoeg soms gebruikt wordt voor ganzenlever. Ja. Maar daar zit wel veel meer smaak in, omdat dat ook een dikkere vetrand bevat. Maar dat is ietsje te veel van het goede, dus dat haal ik eraf. Okay. Dat je nog zo een mooi stukje binnenin hebt. Zie je? Ik ga hier... wil jij hier bouillon bij doen voor de smaak? Of, nee, nee. Hij mag gewoon natuurgegaard zijn. Okay. Want we gaan daar nadien wat kruiden bij doen. Ik ga die terug opbakken met kruiden. Alright. Ik ga hier voor 1 hoeveelheid rijst ga ik 2 hoeveelheden water toevoegen. Mm-hmm. En ik ga het dan afsluiten met onze snelkookdeksel. Dat is een deksel eigenlijk in 3 stukken. Nee, je kunt dat zien. Dat doe je misschien denken aan die oude snelkookpotten. Ja, weet wel, bij de bomma, hè. Ja, inderdaad. Dat is een beetje verleden tijd. We doen dat iets moderner. Dat is op 3 punten beveiligd, dus er kan nooit niks gebeuren. Je klikt dat toe. Dat is wel wat gevaarlijk. Of ik weet dat nog, vroeger was dat toch de stoom dat daaruit kwam. Ja, dat was niet echt onder controle. Maar ja. AMC is alles met temperatuur te maken. Dus hier ook gaan we echt wel de temperatuur heel goed controleren. En dat zit vast. Hè. Dat kan niet los. Hè. Kan niet los. Dus zolang dat je hier niet... Nee, dat gaat hier niet ontploffen. Nee. Oké, okay. Goed. Dan ben ik al gerust wat de rijst betreft. De eend, hè. Ik heb gezegd, dat is een beetje een uitdaging. Ik heb het vet eraf gehaald. Ik ga dat goed kruiden. Ja. Langs beide kanten natuurlijk. En dan, hoe lang moet dat garen volgens u in uw systeem van potten en pannen? Dat gaat ook niet zo heel lang duren. Ik denk een minuutje of 5 maximum. Dus eerst die mooie de onderkant... mooi bruin, ja. Mooi bruine. En dan gaan we hem omdraaien. En dan zetten we ons vuur ook direct af. Dus we gaan hier heel veel ook weer energie besparen. Omdat we ons vuur altijd heel snel kunnen afzetten. Hè. Eens dat je pot opgewarmd is... Zet je vuur af en dan kan dat op zijn gemakje verder garen. Wel, dan zou ik zeggen, met de eend mag je beginnen. Ik heb ook mijn pindasaus dat ik ga maken. Mag ik dat hierin doen? Ja, ja. Dat kan eigenlijk gewoon zonder deksel, hè? Ja, dat mag je zonder deksel doen. Okay. Zal ik jouw vuur al aanzetten? Ja, dat mag je al aandoen. Vetstof moet er bij eend natuurlijk niet meer bij. Hè, omdat dat genoeg bevat. En hier ook, hè, we gaan hem een signaal laten geven wanneer dat onze eend erin mag. Wanneer dat uw pan warm genoeg is. Voilà, inderdaad. Dus we zetten de audioterm erop. 2 keer draaien. Exact, 2 keer draaien en stoppen aan het vleesvenster. Begin te kennen, hè. Prima. Het is niet zo simpel, maar ik moet toegeven, als je er een beetje mee werkt en je kent het systeem... Is het een luxe, hè? Dat hoor je graag, voilà. Dat zeggen. Tuurlijk. Ik ga beginnen met een shallot voor ons saus. Ik pak altijd de Franse shallot, de lange. Is dat meer smaak? Nee, ik vind dat gewoon gemakkelijker. Kijk, hup, dat rolt daaruit. Daar geen last van. Niet uw ogen die gigantisch stralen. We gaan dat in kleine stukjes snijden. En je mag een klein beetje olie doen in die pan. Ja. Beetje olijfolie. Ja, een beetje olijfolie. Voilà. Salotje gaan we erbij doen. En jij moet ook al een paar stukjes gember snijden. Zo'n centimetertje ongeveer. En moet ik dat pellen eerst? Goh, nee, dat hoeft niet, want ik ga dat er terug uithalen. Ah, ja. Nadien. Okay. Dus ik ga gewoon in schijfjes. Pot. Schijfjes. Perfect. Een shallotje zo een beetje aanstoven. En ik ga daar ook wat gewone pindanootjes bij doen. Grote stukken zijn. Ja, doe er maar bij. Ah ja,
gewoon natuurpindanoten. Oké. Voilà. Laten we dan straks mixen of zo. Oh, min mijn ogen te pieken toch. Ja, ja. Dicht erbij staan, hè? Nee, duidelijk niet. Jeroen, onze rijst is eigenlijk... Die is al gaar of wat? Wel, die heeft genoeg energie ontvangen. Dus ja. die pot is warm genoeg. En nu gaan we die stilletjes aan laten verder garen. Dus we hebben voldoende warmte in die pot. We zetten dat nu hier in het omgekeerde deksel, omdat dat dan nog een beetje warmte bewaart. Mm-hmm. Je kunt dat niet open doen. Hè? Je ziet er ook nergens geen stoom... Hij is verder aan het garen. En hij is verder aan het garen. Dus okay. Zodra dat we hem hier kunnen open doen, is onze rijst klaar. Oké. Okay. Stel nu dat je dat toch iets rapper wilt. Hè? Dat je zegt, we zitten hier in een tijdsnood. Laat je dat een beetje langer op het vuur staan. En dan kunnen we wel nog altijd op die manier Beetje stoom uitlaten. Oké, okay, goed. Kijk, dat gaat er hier rap door zijn zie. Mijn nootjes, pindanootjes, zijn aan het bakken met de gember. Ik ga er een beetje gembersiroop ook bij doen. Ken je dat? Dat kun je zo kopen. De siroop van gember. Dat is heel lekker. En dat zijn stukjes confijte gember? Dat zijn stukjes confijte gember. Die kun je nog gebruiken voor de afwerking of zo. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar we moeten hier actie ondernemen voor ons stukje... Ons pannetje is warm, hè? Ja, inderdaad. Oké, okay, de eend mag erin. Aan jou de eer. Voilà. Dat plakt nu ook weer echt goed aan die bodem, hè. Texel gaat er terug op. Je denkt, ja, dat moet rosé, hè. Gaat dat dan niet van binnen te ver gaan? Geen paniek. We gaan dat maar laten gaan tot aan 90 graden. En dan kunnen we dat omdraaien zonder dat dat plakt aan de bodem, hè. Oké. Okay. Dus ik ga hem opnieuw programmeren. Voilà, hè. En hij gaat dan zorgen. Ja, ik heb dat vuur ondertussen van naar beneden gezet. En dat gaat over een paar minuten dat je spreekt? Hier gaat dat... Ja, binnen de minuut gaan wij hier aan die 90 graden zitten. Oké. Okay. Perfect. Zit het mee in saus? Ah, wel. De shallot zit erin, de nootjes zitten erin, de gember zit erin, de gembersiroop zit erbij. Een beetje water heb ik nodig voor bouillon. Hè. Klein bouillonblokje. Een beetje kippenbouillon terug. En dan ga ik daar een stevige lepel pindakaas in doen. Ah ja. Oké. Okay. Zo... In Holland is dat heel populair, hè? Pindakaas. Het is ook wel lekker, hè? Een keer, zo af en toe vind ik dat wel eens lekker. Dat op een boterham, zo echt? Ja. Dat is zo wat zout. Ja. En toch? Ik vind dat tof om mee te koken, om dat nu op een boterham te smeren. Dat hoeft voor mij niet. Lieve chocopasta. Lieve chocopasta. Ja. Kijk. Bouillonblokje erbij. Voilà. En een flinke lepel van onze pindakaas ga ik er ook bij doen. Breng je dat nog eens aan de kook? Of, ja. Ja, okay. Dat moet nog even doorkoken. En zelfs gaan we dat goed mixen. En dan mag je dan inkoken een beetje. Dan mag je een beetje inkoken. Ja. Je zou daar ook, als je dat graag wat romiger hebt, een beetje kokosmelk kunnen aan toevoegen. Ah, ja. Dat geeft ook altijd een lekkere smaak. Maar we laten dat gewoon smelten, even inkoken en dan gaan we dat mixen. Ik hoor gepiep, Charlotte. Ja, inderdaad. Dat wilde eigenlijk zeggen dat we onze eend mogen omdraaien. Mm-hmm. Wauw. En we gaan dat van het vuur halen. Hè. Ik zou dat ook doen. Anders gaan we te ver zitten. Ja. En ik zou zelfs de tekstel eraf laten in dit geval. Dat gaat hier niet lang niet meer duren, Charlotte. Ik denk dat ik moet voortdoen met mijn rijst. Want ik heb nog twee dingen doen. Dat is onze rijst. Wat lekker kruidig wokken. Ja, die is ook klaar. Een woksje nodig. Een woksje genomen. Alsjeblieft. Voilà. Met de steel misschien. Ja. Ik vind hem goed wokken. Dus daar mag gewoon wat olie in. Die gaat trouwens gemakkelijk open hier. Onze rijst. Ja, ik moet zeggen, je hebt gelijk. Ja, wat dacht je nu eigenlijk wel? Deze is een Thaise kruidenmix. Ah, Rick. Kunnen zo kopen. Superlekker, zit eigenlijk alles in. We gaan dat in onze pan doen. Dat is de reden waarom ik eigenlijk geen bouillon wou toevoegen aan onze rijst. Voordien. En die olie, voor wat dient dat juist? Ja, dan wordt die anders... Is dat wat droog misschien. Hè? Okay. Je mag wat mooi blinken ook. We gaan even... En dan moet je eerst opwarmen. Ja, als je zo kruiden opwarmt... Kijk, dan heeft dat wat extra smaak. Hè? Komen die dingen ook vrij. En dan zijn we eigenlijk bijna klaar. Want de spinazie, dat doe ik helemaal op het einde. Want dan moet je heel even opwarmen. En dat doe je ook hierbij?
Nee, ja, we zullen eigenlijk... Dat is een goed idee, ik ga dat zo doen. Okay. Dus kunnen we spinazie ofwel apart opstoven, ja, maar we zouden hem ook onder uw rijst kunnen doen. Ja. En dat gaan we doen, want de warmte van uw rijst gaat ervoor zorgen dat uw spinazie gaart. Ja. Dat sausje hier, dat ga ik mixen. Ik ga toch nog even de deksel erop leggen, dat dat toch van binnen ook lekker warm blijft. Ja? Ja. Geen het schrik dat het ver gaat gaan? Nee. Oké. Okay. Ik zie er een beetje met een draad, maar dat gaat wel lukken. Ik ga een beetje verder staan, hè. Kwestie... Ja, dat kun je je kleed niet vuil maken. Sausje is gemixt. Ja. Ik zou een zeef moeten hebben. Hebben we dat ook? Tuurlijk. Oké. Okay. Jongens. Last, hè? Ze heeft alles mee. Gaan we dat in een proper potje doen? Ja, een klein proper potje. Dat gaan we erin doen. Hup, alsjeblieft. Even. Jij mocht eigenlijk die rijst al een beetje opbakken met die kruiden. Maar dat hier waar warmer staan, zeker? Wat denkt u? Ja, kijk deze erdoor wel. Hè. Hoe leuk is dat dat je niet moet wachten op je rijst? Hè? Anders zit het toch ook weer 20 minuten verder. Absoluut, want voor dat gerechtje zeker moet je rijst natuurlijk gaar zijn. En dan moet je nog beginnen met dat kruiden. Ja. Je moet toch wel veel tijd besparen, hè, in dit geval. Ja, dat ruikt. Je mag er niet te veel in roeren, ook niet. Oh, sorry. Want anders gaat je rijst eigenlijk helemaal te kapot roeren, zegt. Ja. Ah ja, er blijft zo wel een dikke brei over, hè, in jouw zee. Ja, dat zijn eigenlijk je nootjes. Je zou dat, eigenlijk moesten we nu tijd genoeg hebben, zou ik dat nog doen. Maar je zou dit bijvoorbeeld op een ovenplaat kunnen doen. Ja. Even in de oven steken, dat dat wel mooi uitdroogt. Ja. En dan dus een tof krummelje om erbij te geven. Hè. Nu, dat is voor de volgende keer. Dit ga ik nu aan de kant houden. Sausje. Proeven, hè. Oh, dat vind ik zo lekker. Ja? Ja. Ik moet nog een klein beetje zout hebben. Ja. En het mag ook wat pittiger misschien. Hier roeren. Proef eens, wat denk je? Zacht, lekker? Hè? Heel lekker. Heel lekker. Onze rijst, hoe zit dat hiermee? Zo'n beetje... Ja. Noemt dat? Gebakken rijst. Gebakken rijst. Een beetje Surinaamsachtig. Dus onze spinazieblaadjes, die gaan we er gewoon onder leggen. Of onder roeren. Wat ik altijd doe, ik had dat nu klaargelegd om u te laten zien. Als je spinazie maakt, pak ik altijd een vork, een teentje look. Ik steek dat gewoon op mijn vork. En daarmee gaat er roeren. En daarmee gaat er roeren. En heb je zo'n klein beetje een looksmaak. Ja. Zonder dat je begint te overdrijven. Hè. Voilà, ziet, je steekt gewoon je look zo op je vork. En dan ga je ermee roeren. Ah, ja. En dan krijg je zo'n beetje een looksmaak zonder dat je effectief look erin doet. Effectief look erin doet. Amai, dat ziet er echt lekker uit. En dat is super snel klaar. Hè. Ja, hè. Dus, onze rijst is goed gekruid. Misschien nog een beetje peper en zout erbij doen. Ja. Ik ben altijd iemand die op alles altijd toch een beetje peper en zout doet. Ik vind altijd het groot verschil met... Soms met mensen die graag koken, die iets te weinig peper en zout gebruiken. Ja, ja, ja. Zoiets. Dat gaat ideaal. Oké. Okay. Wil je dat al dresseren? Zo mooi in het midden. Ja. En dan ga ik die eend snijden, waar ik heel benieuwd voor ben nu, hè, Charlotte. Laat dat zien. Ik ga u niet teleurstellen. Ik wil het zelfs op je plankje leggen. Hop. Voilà. Goed, hè? En, hoe ziet hem eruit? Ja, mooi rosé. Krokant bovenaan. Had je het ook zo verwacht? Ja, en dat is niet zo... Allee, eend is niet zo simpel, hè. Nee, ik dacht van, dat gaat hier veel te ver gaan. Omdat je dat deksel ook dicht doet. Maar het is ideaal, zie. Wat denk je? Perfect. Nee, dat is dat goed. Ja, ik ga die eend mooi... Inderdaad, die look ruik je wel echt daardoor. Kijk. Wauw, heel mooi. Prachtig. Ons sausje erbij. Ja.
Yep. Geeft ook weer meteen zin om te proeven, hè, op die manier. Van onze kruiding bovenaan. En dan werken we dat af met nog zo'n paar blaadjes. En dan zijn wij helemaal klaar. We hebben dat goed gedaan weer, vind ik. Ja, supersnel. Efficiënt. Top receptje. Als je dat wilt nakijken, kun je natuurlijk even surfen naar njam.tv. Daar staat het volledig gedetailleerd recept op. En wij gaan lekker proeven, hè. Salut. Ik heb mijn couvert al klaar. Ja, ik pak je lepeltjes. Oké. Okay. Ik ga eerst stukje vlees proeven. Ik ga eerst iets van de saus en... Een beetje rijst met een beetje saus. Een zachte die saus. Super lekker, past heel bij die rijst. Ik ga een stukje vlees eraf snijden. Heerlijk. Het is gewoon roze. Mooi roze, ja. Zoals het moet zijn. Goed gedaan.